Het materiaal dat u achter mij ziet liggen, dat zijn restanten van een project die er destijds geweest is om mosselen te kweken in de Noordzee. Dat is niet zo goed afgelopen, met als resultaat dat het materiaal evenwel in de Noordzee bleef liggen. Er zijn procedures opgestart geweest waarin dat diverse betrokken partijen dan ook gaandeweg failliet verklaard geweest zijn. En Haven Oostende heeft eigenlijk beslist voor zichzelf dat dit niet langer in de zee kon liggen. Het is een gevaar voor de veiligheid. En wij hebben dan ook beslist om geheel vrijwillig en op onze eigen kosten het materiaal boven te halen, zodanig dat het geen gevaar meer oplevert. U ziet de toestand waarin dat materiaal verkeert. De haven mocht het eigenlijk niet gedroomd zijn dat bijvoorbeeld een visserschip met zijn netten daaraan ging kunnen haperen. Het is een zeer risicovolle sector waarin dat we moeten werken en ondernemen. En wij proberen zoveel als mogelijk en waar we kunnen ook onze verantwoordelijkheid daar wel degelijk in op te nemen. Dus voor de haven was het eigenlijk elke dag dat dat bleef liggen, was een dag te veel. En wij hebben gewoon gezegd, punt aan de lijn, wij gaan het zelf opruimen, wat dat er ook van aansprakelijkheid of verantwoordelijkheden, wie dat ook aangesproken kan worden. Ik denk dat het een maatschappelijke rol was die wij hebben moeten spelen om dat materiaal voor eens en voor goed uit de zee te halen. Waren er effectief visserschepen die daar problemen rond hebben gesignaleerd? Er waren gelukkig nog geen problemen, maar zoals gezegd, elke dag dat dit in de zee bleef liggen op die plaatsen, dat was er voor ons een dag te veel aan. Wij gingen echt niet goed kunnen slapen, mocht er wel iets gebeurd zijn. De berging is niet zo gemakkelijk geweest, heeft heel wat voeten in de aarde gehad, omdat er echt op zoek moest gegaan worden naar waar er nog restanten beschikbaar waren. Maar er is ook gedredged geweest om toch zeker te zijn dat er geen dergelijke obstakels meer lagen.